Wees coulant, want anders gaat FC Twente kopje onder. Zo luidt zo ongeveer de hartekreet van de ledenvereniging van voetbalclub FC Twente in een brief aan de KNVB in Zeist. Want de malheur en de malaise zijn helaas nog niet voorbij. Spreekwoordelijke donkere wolken boven het stadion van FC Twente. De club beleefde een gitzwart jaar met bizarre dieptepunten, bestuurlijk en sportief. Het vierde woord trots is nu gekrenkte trots. Ja, ik voel me zwaar bedonderd, ja. Ja. Waar dan het meest teleurgesteld over? Ja, toch wel dat je gewoon voorgelogen bent door de mensen die dus de club moeten trekken en de kar moeten trekken. En die het beleid bepalen van de club. Ja, en die komen op een gegeven moment met allerlei leugens komen ze er bovenin. En ja, dat doet zeer, ja. Ja, dat doet zeer. Welkom Jan Gerritsen, voorzitter van Twente Verenigd. En ook welkom aan Ramses Wessel van de Universiteit Twente. Met u gaan we zo meteen praten over de Oekraïne, maar eerst over voetbal. Een beetje liefhebber misschien, toevallig? Nauwelijks. Goed. Nou, het gaat ook vooral over de financiële kant van voetbal en hoe FC Twente er weer bovenop te helpen. Daar heeft u een brief over geschreven. Ja. Wat staat daar ongeveer in deze brief? Nou, de strekking van het verhaal is dat FC Twente natuurlijk al behoorlijk gestraft is vorig jaar voor alles wat daar gebeurd is. En ook terecht. Als je fouten maakt, moet je daar straf voor hebben. Maar op een gegeven moment hebben ze de maat wel een beetje vol, hebben we bedacht. En dan kun je ook observeren dat die organisatie er redelijk onder druk staat. En erg zijn stinkende best doet om alles op tafel te krijgen wat maar nodig is om die schoon schip te realiseren. Maar heb je wel tijd voor nodig. En ook ademruimte. Ja, dus u heeft zeg maar een beetje coulantie gevraagd aan de KNVB in Zeist. Ja, we zijn als ledenvereniging vorige week ook formeel opgericht. Ja, echt net nieuw. Vers van de pers. Vers van de pers. De brede achterban, dus alle supportersverenigingen steunen dit initiatief. En alle sponsorgeledingen. Dat is heel belangrijk ook dat we een breed draagvlak hebben. Dus de totale brede achterban die diep geworden is in de brede regio. Hè. Ja. Die draagt dit mee. Dus we hebben ook gezegd, we hebben 40.000 aspirantleden. Alle kaarthouders zijn automatisch lid. Moeten ze al even aanmelden. Uiteraard, moeten even ze omzetten. Doen. Maar goed, iedereen de schouders eronder? Iedereen de schouders eronder, dat is dan de boodschap. We hebben drie dingen. Eén is zijn betrokkenheid. Dat moet je dan met z'n allen doen. Hè? Op zijn Twents, nobelschap, helpen elkaar. Het tweede pijl is ook inspraak en toezicht. En zorgen dat wat daar gebeurd is, dat er nooit meer kan gebeuren. Nooit echt. Maar hoe dan? Want u zegt schoonschip maken. Ja. Is het schip een beetje schoon zo onderhand? Nou, dat dachten we. Hè? Dat langzaamaan het probleem boven water was. En alle hoeken wel een beetje schoongeveegd waren. En toen was de nieuwjaarsreceptie en toen kwam er toch weer een beetje wat ongemak naar buiten. Ja, nee, zeker. We dachten dat we daar ons initiatief breed konden tonen met veel positieve publiciteit ook eromheen. En wordt toch overschaduwd door. Opnieuw lijkt het weer een incident. En, weer een aantal problemen met contracten die weer onderzocht worden. Ja, en ja, het gevaar is natuurlijk dat de KNVB daar de stap op onderneemt. Ja, maar wat is het gevaar? Want kijk, 3 jaar al geen Europees voetbal, die licentie. Maar wat u zegt in die brief, onomwonden, de club kan omvallen. Ja. Is dat zo? Wat is het gevaar? Ja, op twee manieren. Eén, als de KNVB daadwerkelijk een sanctie zou uitvragen, dan kan het zomaar weer betekenen dat er een puntaftrek komt of iets dergelijks. En dan heb je nog één overtreding te gaan. En dan kan het zo zijn dat de licentie ingetrokken wordt. En dan? Dan hebben we dus geen FC Twente meer. Nee, dan betekent dat helemaal onderaan de ladder weer opnieuw beginnen. Dat begint weer opnieuw beginnen, zeg inderdaad. Hè. En dan moet je weer, dan ben je 6-7 jaar verder voordat je überhaupt, hè, als het allemaal snel gaat, op dat niveau zou uitkomen. Dat wil natuurlijk helemaal niemand. Nee. Inclusief de KNVB. Hè. We zijn afgelopen woensdag, hebben de brief aangeboden aan de licentiecommissie van de KNVB. We hebben heel positief ontvangen. Hè. Maar het is ook wel zo, de licentiecommissie moet wel heel goed kijken wat zij ermee kunnen. Ja. Ja, want als er fouten zijn gepleegd en je zegt van straffen moet natuurlijk. Want anders kan iedereen wel een mea culpa brief schrijven en dan kunnen ze zomaar weer vrolijk mee verder voetbal. Wij zijn niet FC Twente. Nee. Wij zijn niet de organisatie FC Twente. We zijn een vereniging die enorm betrokken is met alles wat er rondom Twente is. En wij willen zorgen dat er een nieuw FC Twente komt. Dus gewoon democratisch ook vanuit ons mensen die misschien bestuurlijk of in ieder geval in toezicht een rol hebben. Maar dan moet je wel de adem krijgen, de lucht krijgen om dat op te bouwen. Ja, ja. Dus die tijd hebben we nodig. En heeft u het gevoel, want u bent bij de KNVB geweest, dat daar in Zeist die ruimte en die coulantie er is? Er is begrip. Er is begrip. Zover is het. En ook zo'n licentiecommissie zijn het mensen natuurlijk. Hè, die, als je met elkaar erover spreekt, dan merk ik wel dat daar begrip ontstaat en begrip is.
En op die manier probeert het draagvlak te krijgen. Ja, en het verantwoordelijk houden van de verantwoordelijken. Want ja, ja. Dat schrijven jullie ook. Dat zouden jullie graag willen. Zeker. Hoe staat dat ervoor? Nou, wat jullie betreft? Er loopt een bestuurlijk onderzoek. Ja. En dat kijkt naar alles wat daar geweest is. Alleen van meneer Knuppen, door de gemeente en de KVB aangesteld als onafhankelijke onderzoeker. Ja, die gaat alles opschrijven wat hij daar vindt. En gaat dat snel genoeg en gaat dat grondig genoeg naar uw smaak? Dat kan ik niet beoordelen. Wij gaan nog met de Knuppen spreken binnenkort. Hè. Okay. Dus die toezegging is gedaan. Maar over een maand, begrijp ik, is dat wel zo ongeveer afgerond. En er komen ook aanbevelingen uit hoe het verder moet. Ja. En die zijn bindend voor FC Twente. Ja. En ook de gemeenteraad heeft gezegd, en daarom heb ik ook de oprichting gedaan. Er moet toezicht komen vanuit de supporters en vanuit de sponsoren. Inspraak in beleid en toezicht. Nou, hebben wij op deze manier georganiseerd. Dat iedereen kan daar ook in meedoen. Waardoor we in ieder geval met elkaar ervoor zorgen dat... Tijd en ruimte er is om echt schoon schip te maken. En schoon schip en met zijn voorbeeld voor het voetbal in Nederland zelf. Ja, precies. Nou, voetbalend gesproken, want daar hebben we natuurlijk het liefst over sportief gezien. Ja. Laatste mooie overwinning op Heracles. Dit weekend Utrecht uit of thuis? Nee, thuis. Thuis. En? Later wedstrijd. Nou ja, we hopen natuurlijk op een vol stadion en iedereen erachter. En dan toch weer die 3 punten thuis houden. Want qua voetbal zie ik wel progressie, moet ik eerlijk zeggen. En zolang Hakim Ziyech er nog is, laten we ervan genieten. Precies, dat lijkt me heel verstandig. Dus inderdaad. Dus ik hoop op 3 punten in Enschede. Nou, moedig voorwaarts zou ik zeggen. En veel succes. Houd ons op de hoogte hoe de KNVB erop reageert. Iedereen heeft geholpen die een seizoenkaart heeft of een clubkaart heeft. Moet ze wel even aanmelden bij onze nieuwe, sinds nu, website twentevereniging.nl. En dan komt alles in orde. Om echt met elkaar noordbeschap, schouders eronder. Schouders eronder. Goed, duidelijk. Dank u wel.